Voor de echte wijnkenner zijn wijnflessen met een schroefdop nog steeds een gruwel. Maar de doorsnee drinker is er al lang aan gewend. Nu komen beide wellicht aan hun trekken met de schroefkurk. Volgens de makers combineert die schroefkurk de goede eigenschappen van een kurk, zoals milieuvriendelijkheid, met het gebruiksgemak van de schroefdop. En kenners die beamen dat. Ja, de schroefkurk die vindt u nu alleen nog bij de Albert Heijn op de flessen La Cuvée Mythique, als ik het goed uitspreek. Rood en wit, precies, voor 8 euro. En de bedenkers die spreken van een innovatie op wijngebied. Maar of hij net zo populair gaat worden als de schroefdop? Op deze manier een fles wijn openmaken, met een kurk dus, dat doen we eigenlijk niet zo vaak meer tegenwoordig. Het is ook best lastig. En mede daarom hebben we de schroefdop inmiddels omarmd. Maar die krijgt nu dus concurrentie van de schroefkurk. Volgens de bedenkers draai je hem net zo makkelijk uit de fles, maar met de vertrouwde plop. Wijnkenner Nicolaas Kleij, die op drukke dagen wel 60 flessen wijn opent, probeert hem uit. En dan is dus het idee dat je hem er zo uitschroeft. Hij plopte niet. Hij plopte niet, maar je kunt natuurlijk ook gewoon zo doen, want je kunt hem er ook gewoon uittrekken. Het werd gebracht als een innovatie, maar kijk, deze, die hier van plastic is, is eigenlijk hetzelfde. En dat zit al weet ik veel hoe lang in sherry, port. Of het echt nieuw is, daarover valt dus te twisten. De kurkindustrie moet toch wat met de moordende concurrentie van de draaidop. Wereldwijd loopt Nieuw-Zeeland aan kop. 85% van de hier geproduceerde wijnen heeft een schroefdop. In Nederland wordt geschat dat 60% van de wijnen in de supers een draaidop heeft. En dat is niet alleen makkelijk, je bent ook verlost van die vieze kurksmaak, toch? Dat is volledig is dat geëlimineerd. Ik denk dat we nu nog een, nou, laat ik zeggen, ja, 1 tot 2% aan wijnen aantreffen die dus nog echt geïnfecteerd zijn met de smaak, zoals wij dat omschrijven als kurk. Maar geldt dat ook voor de schroefkurk? We nemen het zeker voor het onzekere en laten hem in het wijnlab testen. Over het algemeen is de wijn redelijk goed in balans en kunnen we in ieder geval wat betreft de fout voor kurk, waarvoor je hier kwam, zeggen, nou, die zit hier absoluut niet in. Dat zit dus goed, maar hoe zit het verder met de smaak? Proef je verschil tussen wijn uit een fles met kurk of schroefdop? Heel veel wijn die niet om te bewaren is, merk je dat die door de schroefdop toch langer fris en fruitig, dus lekkerder blijft. Dat heeft te maken met het feit dat er dus ook absoluut geen zuurstof in die fles kan komen. En smaak, daar gaat het natuurlijk allemaal om. Kurk, schroefdop of schroefkurk. Een keurige, correcte wijn. Keurig, correcte wijn. Nou goed.